Gegroet, leerlingen. Ik ben professor Broers en welkom bij professor Layton en de melodie van het spook. Nu doe ik deze stomme hoed af, gooi ik mijn haar erg avontuurlijk door de war en kunnen we beginnen aan de derde Layton Game op mijn YouTube kanaaltje. De Layton Games zijn een beetje als een oude taaie toffee. Lekker om aan te sabbelen, maar het duurt wel lang. Dus alle Layton Games uitspelen gaat nog een tijdje duren. Maar uiteindelijk stop ik al die smerige toffees in mijn mond. En komt er allemaal speeksel vrij en shit. Wordt één groot feest. Nieuw spel. Mijn stem is helemaal kapot. Ik heb vandaag heel veel opgenomen. Had ik niet moeten doen. Oh, meteen voer je naam in. Dat is een moeilijke vraag. Ik ga voor QWERTY. Dat zijn de eerste paar toetsen op het toetsenbord. En daarom ook het QWERTY toetsenbord. Eventjes gauw. Mijn stem. Een kleine waarschuwing. De eerste aflevering van deze serie, oftewel deze aflevering, bevat bijna geen puzzels. 1 of 2, alleen maar verhaallijn. Als je de verhaallijn van deze game wil volgen, wat ik 100% aanraad, kijk deze aflevering. Ben je hier alleen voor mij en voor puzzels? De puzzels zijn er vandaag niet, maar ik ben er wel. Ik ben schor as fuck, maar dat maakt niet uit. Ik ga eventjes stilstaan ook voor het begin, want er wordt een heel verhaal voorgelezen. Eén groot sprookje, iets met een spook. Wow! Waarschijnlijk praat ik er alsnog doorheen, maar ik ga proberen me een klein beetje in te houden. Komt-ie dan. Oeh, kaarsjes. Lang, lang geleden viel een bende bandieten een dorpje aan. Dat is niet aardig. Te midden van de chaos speelde er een angstig meisje op haar fluit. Wil ik gewoon niet doen. Om tot bedaren te komen. Haar muziek weer klonk tot hoog in de lucht. En er verscheen een enorm spook. What? Ze smeekten het spook de bandieten te verjagen en het spook gehoorzaam. Even voor de duidelijkheid. De stem die je nu hoort is Jerry van Totally Spies. Zo snel als het was verschenen. Maar het meisje wist dat ze in tijden van gevaar slechts op haar fluit hoefde te spelen om het spook op te roepen. Dat is wel cool. Cool sprookje. Een vermakelijk verhaal, nietwaar? Mooi. Zeker, meester. Ik geloof dat de tijd is. Ik gok dat hij de boef is. Van de hoofdstuk. Heeft hij de fluit? Oh my lord. Natuurlijk, zoveel vragen nu al. Hij is wel de bad guy. Of toch niet? Dam, dam, dam. Oké, dan. Ja, zoals ik al zei, veel filmpjes in de eerste aflevering. Dat is professor Layton, die ken je misschien wel. Misschien niet. Welkom, dit is hem. Zie je al iets? Nee, niets. Als je haar hebt, dan is ze wel oké, want ze is een vrouw. Doek in zijn reet poort, ja, dat wil je gewoon niet. Word je gewoon niet blij van. Niet heel blij. Hm? Is dat... Wat zou dat kunnen zijn? Motherfuckers! Snel, een fucking spook, jongen! Wat is dit nou hier dan? Nou, ik wil niet te veel spoilen, maar altijd als dingen heel raar lijken, zijn ze gewoon niet echt. Dus ja, ik wil niet zeggen dat het spook niet bestaat, maar Bassie en Adriaan hadden ooit een nummer. Spoken bestaan niet. Dus en dat is toch? Toch? Of toch wel? Ja, een cool spook. Misschien breng je nu alweer in de war en bestaat het spook wel. Layton Games zijn wel heel lijp. Zou zomaar kunnen. Yeah. Professor Layton en de melodie van het spook. Ik had het trouwens over de eerste Layton Game, The Curious Village. Dat is die ene game die alleen in het Engels is. Oh? Oh? Dank u wel. Wat een beleefdheid in deze wereld. Professor? Professor! Haar stem professor, is ook gewoon... Oh, dat die vrouw haar stem. Vooruit oh? Maar. Dank je, Rosa. Volgens mij heeft professor Layton hier ook een andere stemacteur. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien had de stemacteur ook gewoon last van zijn stem. Dat zou nu kunnen. Nu snap ik waarom de oudere professoren bang voor u zijn. Oh, de anderen vinden me maar een onervaren lastpost. U werkt veel te hard, professor. Decaan Delmona is trouwens nog langs geweest om te zeggen dat hij met u wilde praten. Wat is dit? Een brief. Van Clark. Clarkie. Al deze tijd. Clark is zijn homoseksuele boyfriend. Rosa, ik moet gaan. Huh? You. Wel een stokje thee nemen natuurlijk. Even je bek verbranden en dan kan je weg. Vergeet niet te eten, professor. Goed levensadvies. Iemand zou een fanmade versie van Melodie van... Niet waarom ik er hier neer heb gezet. Schande. Dat is echt gewoon gevaarlijk wat je doet.
Zeg, waar bent u mee bezig? Ken ik u? Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Nou, dan heb ik net gespoild. Ja, nou en? Papier. Ik lees het nog gewoon voor. Inderdaad. Deze brief heb ik een uur geleden ontvangen. Lees hem maar eens hardop voor. Dit is de eerste puzzel. Ik vind hem erg origineel. Extra geheime boodschap. Breng ravioli. Kijk, dat is een geheime boodschap waar ik achter sta. Alles over pikkerrats. Ik weet hoe die dingen werken. Doei. Zou niet zo irritant willen doen. Thanks. Eerste mysterie is binnen. Brief. Gouden tuin. Yay. Gaan we vinden. Opslaan. Vooruit de maan. Weet je wat die vraagt. Wow, heb ik de game al een keer uitgespeeld. Heel lang geleden. Ja, dat klopt. Ik had een keer tijdens het livestream het account doneer please. Goeie username. Ik stel voor hier lekker te gaan kappen jongens. Hoofdstuk 1. The Mist van Mystery. Dankjewel voor het kijken van de eerste aflevering van Professor Layton en de Melodie van het Spook. Zoals ik al zei, sorry dat er echt kan puzzelen, niks is gebeurd. Maar de volgende aflevering zal er harder gepuzzeld worden dan ooit tevoren. Dat valt ook alweer mee, maar we gaan lekker puzzelen dus. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Doei!